Die zit er straf uit. Oh, sorry. Nou, Sherry dan niet. Zuilen. Wat een succes, hè? Die sterkspot van me. Ik word overal op straat herkend. Weet u nog, mevrouw Krimmel, die tegen mij zei in het Midden-Oosten dat ik een droogkloot was? Heb ik dat gezegd? Ik kan me niet herinneren. Jawel, u zei dat er niemand zin zou hebben in zo'n vervelende droogkloot. Nou ja, u ziet het, hè? Het pakt anders uit. Uw dochter had succes in de tijd, maar ik win het met gemak. Niet waar, ex-notaris? Oh, met glans, meneer Van Dals. Met glans. Joe! Ik sta nu dat die gang maar in die kaas te prikken. En ik denk opeens aan een soort flits. Daar ben ik in godsnaam mee bezig. Ja, maar je hebt het onszelf aangeboden. Je wou toch invallen voor de werkster? Oké! Okay. Maar het kwam er me op en ik wou het wel even zagen. Goeie. Goed jasje weer. Wat heb je toch eigenlijk een geweldige smaak, hè? Dank je, Mimi. Je ziet er trouwens ook zo fantastisch uit in je gezicht. Je ziet er ook heel goed uit, Mimi. Ja, in je gezicht bedoel ik. Ja. Het komt door onze gesprekken. Die doen me echt goed, Jeroen. Ja, wat me vooral zo goed heeft gedaan, dat is dat je gisteren terugnam wat je de eerste keer zei in je requisitoor. Wat was dat dan, Mimi? Nou, dat ik kil en koud ben. Dat meende je toch, Jeroen, toen je dat terugnam? Ja, Mimi, ik meende het. Godverdomme! Godgoede God, ze is nog aangelopen. Jullie zullen het aan in de tweede heren. Die stierf ik af. Je hoeide laat je inpakken door dat monster. Ze is wel een keer aan koud en ze moet zien weg. Er is een andere plaats in de Belmer als die morgen niet weg is. Stiekem door mijn neus. Ik ga door.
Die gaat per jaar al 6 keer voor de blunt. Kijk me dan een interessante vent. Ik ken ook zo iemand. Oh, die is een mens. Laten we niet intimideren door de regels en de wetten en de zedenlokken. Die verstand is allerlei. Ik ga door de lint. Als er wat er de roeping vindt, ga ik nu blind. Dwars door het lint. Ik heb me lang genoeg vergeten in dit hol. De maat is vol, ik ga uit mijn bol. Ik heb nu lang genoeg gebeuzeld in de pak. Ik ga een cursus geven voor de teleak. De teleak, de teleak, de teleak, de teleak, de teleak. Ik ben niet te stuiten, ik neem een sprint. Ik breek naar buiten en neem meteen een pint. En als er iemand komen mocht die heel toevallig naar me zocht. Of het een man is of een vrouw is of een kind, dat kun je zeggen, ik denk niet dat je er vindt. Ze is nog lint, ze is nog lint, en ze is niet meer mensvriendelijk gezind. Ze is nog lint, ze is nog lint, ze staat er alleen. Die gaat over projecten op papier. Ook heel aardig.
cursus op de media. En de christelijke moraal, die staat totaal voor paal. En de heidense moraal, die is het weer helemaal. Die is het weer helemaal. Nimfe, geef je God een zoen. En laat een beroken dansje doen. Zaterdags en faunen, niet dat oude, niet zo sloom. De hond van de dieven is back home. Lekker weer thuis in zijn tempo. La 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 la. Lekker op zijn gang. La 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 la. La in de land. Goed la, is het dag. Heel Nederland la, in voor een rustdag. Door de keuzes op de media. En de christelijke moraal. Die staat tot aan voor paal. En de heidense moraal. Die is het weer helemaal. Die is het weer helemaal. Maar wie hebben we daar? Wie komen daar aan? De twee gratiën komen de berg op. Afrodite is hun waanzin. Ze komen hier maar heel zelden. Afrodite, de liefdesgodin. Wat heeft die schat te melden? Gerrit, ja? De groeten van Afrodite. Oh, wat leuk. Ze kan zelf niet op visite. Oh nee. Ze heeft een kan appetite. Oh, dan moet ze vitamines nemen. Die kan ze kopen bij de moeder van Mini Klimi. Criminaliteitsbestrijding zo hoog in het vaandel heeft. Ondanks vragen
duidelijk is zelfs hij onder de indruk van de kijkcijfers. En ondertussen verhuurt ons koninkrijk zien de ogen en is Krimi zelf nog steeds op vrije voeten. Trouwens, waarom moet ze brommen? Want het zaaltekort is nu tot duizelingwekkende hoogte gestegen. Komt ons altijd! Waar blijven die 250.000 nieuwe cellen? De toestand is onhoudbaar. En daarom wil ik toch nog even terugkomen op het plan dat ik aan het begin van mijn betoog heb uiteengezet. Gedwongen inkwartiering van gevangenen bij de gewone burgerij. Het kan, het moet. Maar dan wel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. De burger die inkwartiering heeft moet toegestaan zijn de hem toegewezen gedetineerde hard aan te pakken. Dat ligt de mishandeling toe. Dat is aantrekkelijk. In sommige gevallen zware mishandeling. Nog aantrekkelijker. Flinke lijftrappen lijken me prima voor zowel gevangenen als gevangen houden. We zitten in de jaren 80 toegangers. Een humanitaire aanpak heeft zichzelf totaal overleefd. Weg met de softies! En ik hoop u mee te hebben hard gemaakt dat de VVD nu eindelijk eens ernst moet gaan maken met het hard maken van het hard maken. Ik heb gezegd. Goed hè, volgens mij. Je hebt weer een ontzettend goede speech voor gemaakt, lieverd. Oh ja? De belangrijkste passage heb je anders wel weer overgeslagen. Wat is dat dan? Dat de salarissen van de rechterlijke macht omhoog moeten. Dan met jezelf je erom doet. Je kent de situatie toch? Ja, schuldig dan. Waarom moet je ook zoveel schulden maken? Luxe. Ik moet luxe. Wij als rechterlijke macht, wij worden overbelast. Dus we hebben recht op een heel hoog salaris. Trouwens, een psychiater zegt het ook. Luxe. Ik heb recht op luxe. Psychiater voor jou, ik weet niet hoor. Lijkt me toch een beetje een charlatan. Wat? Die kerel begrijpt me. Hij heeft onmiddellijk gezien waar mijn probleem op zat. Ik kan niet tegen mijn verlies. Maar ik begrijp het niet. Ik vind het zo kinderachtig. Ja, kinderachtig, ja, maar ik heb het nu eenmaal. Sinds Krimi met de corruptiecursus mijn sterkspot heeft verslagen. Ja, maar dat heeft ze. En de criminaliteit is op een sprong omhoog gegaan. Sinds die tijd ben ik het slachtoffer van een haast psychotische depressie. En het enige wat er af en toe een beetje uithaalt is luxe. Ja, maar wie zal dat betalen, zoete lieve gaatje? Jij! Ik kan er niet uitstaan dat je onder al dwars boomt. Dwars ik je boom? Nou ja, voor jou ben ik de politiek ingegaan. Om je een nieuwe en stevige identiteit te verschaffen. Verloofde van de succesvolle politica. Bart van Koeienkamp is toch fantastisch voor jou? Ach, dat interesseert me niet. Het enige wat mij interesseert is geld. Money. Luxe. Als je maar geen gekke dingen gaat uithalen, joh. Dat je laatst die Jaguar op mijn bankrekening kocht is nog totaal aan toe. Maar ik zag je gisteren die kilo caviar afrekenen met een ongedekte check. Ik ging door de grond. Dan kom jij niet erin. Er komt af en toe een vent langs, in een Schotse rok, en die pist in mijn glas. Je drinkt te veel. Bewaar in godsnaam je psychisch evenwicht, jongen. En vooral ook je ondrukbaarheid. Het is je overleving. Ja, ik begrijp het wel. Je valt op die stijve trut. Oh, hallo, vrouwen. Zo van alles. Kom, Bertus, wij gaan naar huis. Goed verhaal, vrouwen. Mag mij even voorstellen, Bertus van Griekenland. Mijn lieve vriend. Kom, Bertus, wij gaan naar huis. Ik ben ook lid van de VVD en zoals ik u zei, is een heel goed verhaal. Alleen wat u over Mimi zei, dat vond ik wel een beetje hard. Kijk, hard, ja, die meiden is helemaal niet bezig het volk te vergiftigen. Gewoon een beetje lekker bezig in de media. Zou jij ook doen als je de kans kreeg, maar je krijgt het niet. Kom, Bertus, wij gaan naar huis. En bent blij toch van me Je kan het gewoon niet hebben. Je verloofd is nergens meer. Weet je nog wel van Dallas dat ik zei dat je geen charisma had? Nou, dat is mooi uitgekomen. Die sterrenspat van jou heeft Mimi ook van tafel geveegd. Kom, Bertus. Hé, Liesbeth doet dat toch niet zo agressief? Je weet heel goed wat Mimi gezegd heeft over meneer van Dallas. Wat was dat dan? Nou, dat ze toch met erg veel sympathie aan u terugdenkt, hoor. En dat u toch de man van de leven bent. Nou, Jeroen, zit jij even gehad? Wanneer heeft ze dat gezegd? Doe toch niet zo achterlijk, Bertus. Dat heeft ze helemaal niet gezegd. Ze heeft nog veel meer gezegd. Dat ze van hem hield, dat heeft ze gezegd. En ze is heel raar aan het doen, overspannen, door de stad gaan zwerven. Ze is dagenlang zoek. Ze zit nachtenlang in de Lotusbar. Kent u die toevallig, de Lotusbar? Helemaal niet waar. Ze zit op de Bahama's met een lesbische vriendin, Frida. Dat is een steenrijke lesbische draagmoeder. Hele interessante vrouw. Lesbisch, bravo! Nou, Jeroen, dan ben je daar tenminste vanaf. Niks niet lesbisch, niet meer zwijtrouw als de pers. Piep, volgens mij is ze Piep. Zeg, Liesbeth, nou je op. We hebben anders ook tegen te werken. Werk ik jou tegen? Ja, dan komt er die afschuwelijke seksuele jaloezie van je.
En waarom denk je dat ik die heb, Bertus? Je moet niet altijd zo met de seks denken, dat is heel ouderwets. Ouderwets? Waarom is dat ouderwets? Ik vind het helemaal niet ouderwets hoor, om eens een keer een goed orgasme te krijgen. Maar van jou krijg ik het niet. Jij bent altijd maar bezig met je eigen orgasme. Meneer van Griekenland. Zeker de lotusbar. Zeg, wat kan het je schelen? Wat heb jij? Ja, dan de lotusbar. Maak me gerust. Het is verdorie serieus. Waarom neem je het er eens op voor dat serpent? Hier. Jeroen, daar ga je naartoe. Daar gaat er zoeken. Je bent dronken. Jeroen, kom terug. Vond je vroeger om te trappen? Geen moment kon ik vergeten hoe jij door het geld bezeten je cliënten had geschept voor 12 miljard. Maar nu ik zelf barst van de schulden, breng ik je daarvoor eerder hulde. Je lag voor op mij vanaf de start. En de wedstrijd die ik ooit met je begon, was er één die jij alleen maar winnen kon. Jongens, kennen jullie Mimikrimi? Ze is zoek, de lieve schat, daarom zwerf ik door de stad. Ik moet er nodig spreken, Mimikrimi, omdat ik er zeg het moet, Mimikind. En ik wil graag dat ze weet dat ze het echt fantastisch deed. Blijf dat net mijn tante Mimi, wat kan je verrotten Mimi, ook als je een keertje wordt gepakt. Mag de pret niet drukken Mimi, één keer zal het lukken Mimi, en dan heb je geld. Zodat dit samen niet nog beter smaakt.
nieuwe haren. Mevrouw Krimi, u bent hier zo veilig als wat. En trouwens, ik heb nog een stelletje corrupte vier.
idiotambtenaren bij me. Nou, die gaan we toch gewoon gezellig africht als lijfwacht. Jij nog een glaasje frit? Ja, we dol op champagne. Frit, wil jij? Oh, los! Ik mors op een nieuwe safari pakje. Ik wil eruit uit het land. Wat maken ze nou? Wat zijn dat voor lui? Oh god, nemen ze de verkeerde te grazen. Denk je dat ze mij moesten hebben? Jo, helemaal niet hoor, kind. Kom niet. Zullen wij nog wat gaan evalueren? Ja, maar mommy dan. Ach, die huppelt wel vader op mama. Nou ja, ze is natuurlijk wel heel erg zelfstandig, hè. Ze kan heel goed voor zichzelf opkomen. En bovendien, ik ben gewoon een beetje lam, weet je dat? Oké, laten we dan nog maar wat gaan evalueren. Opening van zaken, de pulse spreekt maar maanden, dat voel ik naar jou toe, dat voel jij naar mij toe. Opening van zaken, alles komt als vraag. Maar hier kunnen ze moeilijk omheen, lijkt je niet? Nou, als jij nou alvast doet.